Dag dames en heren, welkom bij de derde helft van maandag 21 oktober met vandaag deze gasten. Ruben Hollemans is aanvoerder van Goes en hij zag deze week zijn trainer Ruud Pennings bij de club vertrekken en bungelt ook nog eens onderaan in de derde divisie. Naast Ruben, Jeffrey van Kempen, hij is motocrosser, deed dit weekend mee aan de Strandcross in Vlissingen en hij was een van de Zeeuwen in de belangrijkste klasse. En rechts van mij Salar Azimi, zakenman uit Aardenburg en sinds een jaar ook eigenaar van een voetbalclub. Patro IJsden in Maasmechelen in België. Maar van hem wil ik weten, wat zijn zijn ambities en heeft hij misschien ook nog plannen in het Zeeuwse voetbal? Maar we beginnen zoals altijd met de stellingen voor mijn gasten. Ruben, ik begin bij jou. Ik wist eigenlijk voor het seizoen al dat Ruud Pennings niet de juiste trainer voor ons was. Nee. Jeffrey, ik rij liever de Strandcross dan de Indoor Supercross in Goes. Ja. Salar, over 10 jaar ben ik eigenaar van een club die Europees voetbal speelt. Dat is een heel moeilijke. Ja of nee? Ja. Ja, nou kijk, we gaan er nu over verder praten. Ja, Ruben, jij wist nog niet dat hij niet de juiste man was. Maar volgens mij is het al wel langer onrustig bij Goes, toch? Ja, goed. Kijk, daar kan je achteraf kan je daar je vraagtekens over zetten. Rogier die is natuurlijk weggegaan bij ons en er waren wat opties. De opties zijn er sowieso, waren er weinig, laat ik het zo zeggen. Rogier Veenstra, jullie oud-trainer. Ja, klopt. Ja. Ja, en ja, goed, het vergelijk met Rogier wordt natuurlijk snel gemaakt. En dat is iets wat de afgelopen periode ook heel veel speelde in de groep. En uiteindelijk is er afgelopen dinsdag is het besluit genomen om uit elkaar te gaan. Ja, goed, terugkijken denk ik dat dat wel de juiste keuze is op dit moment. Ja, en er waren dus spelers die terug verlangden naar de oude trainer, maar zo werkte het natuurlijk niet. Nee, dat hebben we ook wel duidelijk gemaakt dat we daar nu mee moeten stoppen. Want dat is het verleden en we leven in het heden. En op dit moment we staan er niet goed voor. Maar ja, goed, we zullen het toch met deze groep moeten doen. En op dat moment ga je ook evalueren hoe het de afgelopen periode is gegaan. Hè, met Ruudse functioneren erbij. En ja, goed, er kwam al heel snel uit dat... Dat er vanuit de groep eigenlijk weinig vertrouwen meer was in de manier van werken van Ruud. Dus ja, nogmaals denk ik dat de juiste keuze is gemaakt, hoe moeilijk het ook is op dat moment. Ja, straks praten we erover verder. Jeffrey, jij hoefde niet lang na te denken. De Strandcross rijd je liever. Is dat dan ook jouw favoriete wedstrijd in het jaar? Ja, bijna wel. Het ligt mij gewoon veel beter. Het zand is ook veel mooier dan de indoor. Ik ben meer van de lange dure wedstrijden dan de korte indoor. Ja, rijden. En ook gisteren, ik was er zelf ook, het stond weer zwart van de mensen. Wat is dat ontzettend populair evenement, hè? Ja, het is hartstikke mooi. Heel veel vrienden en sponsoren komen kijken. Hartstikke leuk om iedereen weer te zien. Ja, wat je allemaal voor de sport doet, gaan we het straks over hebben. Salar, je moest even nadenken, maar er kwam toch een ja uit over 10 jaar een club die Europees voetbal speelt. Ja, ik ben een optimist. Toen ik die club had gekocht vorig jaar oktober in 2018 heb ik de intentie uitgesproken om binnen 7 jaar de hoogste klas van België te gaan spelen. 1A tegen Anderlecht, Club Brugge enzovoort. Nou, wij zijn op schema. Gelijk eerste jaar gepromoveerd. Dus de intentie was om de 2 jaar promoveren. Met een spelingsjaar tussen. Nou goed, het eerste jaar is meteen gelukt. Dus heb je voor die volgende 2 promoties 3 jaar nodig. Dus in theorie over 6 jaar. Of eerder liefst. Ja, dus je wil met Maasmechelen, met Patro IJsden naar de top. Dat is de bedoeling. In ieder geval de 1A gaan spelen. De Eredivisie, absoluut. En dat hebben ze ook in het verleden gedaan. In 1961, om precies te zijn. Ja, een club met historie. Absoluut. En die tijden moeten herreizen. Kijk, wat je er allemaal voor doet, gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben. We gaan eerst kijken naar onze vaste rubriek. Het overzicht van het afgelopen weekend. Ja, goedenavond mensen. Zijn we wakker? Bam! En anders nu wel. Welkom bij het Sportweekoverzicht met deze week balfluisteraar Joey Luitwieler. Want Joey, wat zeg je allemaal tegen zo'n bal? Ja, dan zeg je gewoon dat we gewoon samen blijven vechten tot het einde. Maar naast het balfluisteren was er meer ruimte voor artistieke vrijheid, namelijk de dans. Want is dit geen prachtige uitvoering van de Belgische Polonaise? Of deze schitterende synchrone zwaan? Een heuse dep van de scheidsrechter? En tot slot de zittende pirouette. Ziet dat er niet elegant uit? Maar niet iedereen heeft zo'n pirouette al onder de knie. Soms gaat dat met vallen en opstaan en dan moet je af en toe wel eens getroost worden. Ook dit komt wel weer goed hoor, jochie. En als je niet kan dansen, dan ga je toch lekker vechten.
Hoe dan ook, dansen of vechten, het maakt niet uit. Bij de rugby krijg je altijd applaus. Mensen, tot volgende week. Het was een heet middagje bij Oemoemenoe, zullen we maar zeggen. We gaan het hebben over Goes, want het gaat slecht met de derde divisieclub. De club bungelt dus onderaan op de ranglijst. En deze week stapte trainer Ruud Pennings ook nog op. De slechte resultaten zijn een reden, maar ook de klik die er niet was met de spelersgroep. Zij zijn een bepaalde manier van benaderen en gewend en trainen. Waar ik iets anders tegen aankijk. Als de resultaten er niet zijn... Dan kan je volharden en zeggen van ik ga toch door en we modderen maar aan. Maar zo zit ik niet in elkaar. Wat Ruud Pennings hier vandaag graag ook aan tafel gehad. Hij wilde zelf ook graag komen, maar vanwege zijn werk lukte dat helaas niet. Gelukkig ben jij er wel, Ruben Hollemans. Ja, Ruud Pennings zegt eigenlijk de spelers wilden niet mijn manier van werken volgen. Maar volgens mij gaat de trainer daar toch over hoe er getraind wordt. Ja, die mening hadden wij ook. En dat is iets dat we een aantal keer hebben aangegeven. De verandering kwam niet in de zin van hoe wij het graag wilden hebben, laat ik het zo zeggen. Afgelopen dinsdag, wat ik al zei, kwam dat toch tot het besluit om de samenwerking te beëindigen. Ja, er was een gesprek tussen jullie als spelersgroep en het bestuur. Penning was daar niet bij. Nee. Hebben jullie daar aangegeven dat het niet meer zo verder kon? Ja, uiteindelijk hebben wij daarin toch gewoon... duidelijk gemaakt dat wij het vertrouwen niet meer hadden in Ruud als trainer. Ja, en hij zelf zei toen ook van ja, dan ga ik weg. Logisch natuurlijk, want dat moet dan wel. Mm-hmm. Wat hebben jullie dan wel nodig? Want als het aan de trainer ligt, dan heb je nu wel een zware druk op je als die trainer weg is, toch? Ja, dat is ook wel zo. Alleen ik denk dat wij gebaat zijn bij een stukje duidelijkheid. Een bepaalde manier van spelen, een visie. En als je kijkt hoe wij de afgelopen wedstrijden hebben gevoetbald, is het natuurlijk heel veel geswitcht in het systeem. Daarbij komt dat we vonden dat we op de trainingen heel weinig tactisch trainen. Dus we met een bepaald doel gaan trainen van hoe we in dat weekend erop voor de dag gaan komen als team zijnde om het resultaat te gaan halen. En ja, nogmaals... In de zin van dat we dat op trainingen weinig deden en na meermaals aanhalen dat we dat gewijzigd wilden hebben, ja, kwam toch eigenlijk wel snel het besluit. Ja, nou ben jij de aanvoerder van Goes. Ja. Volgens velen de beste speler van Goes. Merk jij dat er jongens om jou heen lopen die dan niet weten wat ze moeten doen in zo'n wedstrijd? Is dat het? Ja, dat ook zeker. En dat is misschien ook het tactische en het mentale wat of er langzaam insluipt op het moment dat je resultaat ook niet goed is. Neemt niet weg dat je natuurlijk als team zijnde altijd met z'n allen ervoor moet gaan. Maar goed, dat zijn clichés. En als je eenmaal in een negatieve sfeer, een spiraal terechtkomt, dan is dat heel moeilijk om dat in één keer weer op te krikken. En dan het stukje houvast wat je hebt in de zin van je speelwijze waar je dan op terug kan vallen. Ja, dat ontbrak gewoon. En dan merk je inderdaad dat heel veel jongens zoekende zijn. Daarentegen vind ik ook wel dat we naar onszelf moeten kijken als groep zijnde in de zin van hoe we een wedstrijd aangaan in eerste instantie. Ik denk dat ook heel veel jongens op dit moment minder spelen dan dat ze in werkelijkheid kunnen, zeg maar. Dus het niveau en de vorm is er ook gewoon nog niet. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat er wel snel gaat komen, dat we weer wat... positieve verhalen in de media kunnen bezorgen. Zeg. Ja, want het was Hosanna de afgelopen jaren bij Goes. Vorig jaar natuurlijk nog een prachtig jaar met bijna promotie naar de tweede divisie. Ja. Is het ook niet gewoon zo dat, ook als je kijkt naar Goes, dat Goes misschien wel de afgelopen jaren een beetje boven de stand heeft geleefd? Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat we spelen niet voor niks op dit niveau. Dus dat hebben we volgens mij ook verdiend. Omdat we er afgelopen seizoenen keihard aan hebben gewerkt. En dat met z'n allen ook hebben bereikt. En dan denk ik dat het te kort is om te zeggen van dat we er in één keer staan. Dat is een fabeltje, zeg maar. Hè? Ja. Ik vind dat we dat terecht hebben verdiend. En dat we ook zeker in deze klasse thuis horen. Alleen ja, goed. Daar komt meer kijken dan alleen op het veld presteren. Ja. Ruud Pennings werd aangesteld aan het begin van het seizoen. Er moest een opvolger komen voor Veenstra. In hoeverre ben jij daar toen wel in betrokken? En zijn jullie daar wel in betrokken? Of zeiden jullie toen eigenlijk al van we willen een ander type? Nou ja, de meningen waren daar wel over verdeeld. Dat is één ding wat zeker is. Op een gegeven moment waren de opties waren heel nihil.
En toen is uiteindelijk toch de keuze gemaakt om Ruud aan te stellen als trainer. En daar zijn wij ook zeker wel bij betrokken. Ja goed, het is achteraf praten en in de zin van, hadden we dat moeten doen? Ja goed, achteraf gezien misschien niet. Dat is een keuze die destijds is gemaakt met het volle verstand. Alleen, ja nogmaals, daarin waren de meningen wel verdeeld in de groep. Ja, toen was het moeilijk om een goed type te vinden. Nu zitten we in oktober. De competities zijn bezig. Ja. Het gaat slecht met Goes. Ja, ik kan me voorstellen dat er nu nog veel minder mensen staan te trappelen. Wat voor type hebben jullie nodig? Nou ja, wat ik net al aangaf. Kijk, wij zijn de afgelopen seizoenen zijn wij gewend geweest om met een bepaald doel, een bepaalde visie te trainen en ook wedstrijden te spelen. En ik denk dat we daar wel heel erg bij gebaat zijn als groep zijn. Dat er gewoon duidelijkheid is en een trainer is die ook gewoon een keer met de zweep er doorheen kan gaan. En ook erboven staat op het moment dat het moet. Maar daarentegen ook wel goed in de omgang is. Dus ja. Eigenlijk een people manager... wil ik niet per se zeggen, maar... Heb je iemand in gedachten? Nee, op dit moment, ik durf het niet te zeggen. Inderdaad, de opties zijn heel nihil, zeker hier in Zeeland. En dan moet je misschien al snel naar buiten Zeeland gaan kijken. Maar ja, durf echt niet te zeggen wat of daar allemaal rondloopt. Nee, maar de wagen gaat verder. Aankomende zaterdag spelen jullie weer. Ja. Die dinsdag daarna spelen jullie voor de KNVB-beker tegen Cambuur. Ja. Er moet snel wat gebeuren. Ja, dat is zeker. En dat, daar is het bestuur van de vereniging zich ook wel bewust van. Dus die zijn hard bezig volgens mij. Alleen ja, nogmaals, ik had graag hier het nieuws willen brengen, maar dat is er op dit moment nog niet. Dus, nee, zie je benieuwd. Zie het wel zitten nog met Goes? Ja, zeker, zeker. Hey, wat ik net zei, in de selectie zijn we weinig veranderd ten opzichte van vorig seizoen. Dus ik zou het heel raar vinden dat je nu in één keer het niet meer zou kunnen. Al zijn de resultaten daar niet naar, alleen... Ik zie wel met vertrouwen de toekomst tegemoet. Ja, en hoe doen jullie het nu qua training en begeleiding bij de wedstrijd? John Livramento en Ron Ampersen die begeleiden ons met de training. En natuurlijk zijn we daar zelf ook wel enigszins in betrokken. Dus, nou ja, het belangrijkste is nu gewoon dat, wat ik al zei, dat de neuzen weer dezelfde kant op gaan. En dat we gewoon met z'n allen een bepaald strijdplan gaan opstellen waarbij we de komende wedstrijden weer er alles aan gaan doen om resultaat te halen. Ja, laten we hopen voor het Zeeuwse voetbal dat er kentering inderdaad snel zal komen. Wij gaan verder met het 1-2'tje, onze vaste rubriek van collega Jorben Weststraten. En deze week heeft hij natuurlijk weer een bekende Zeeuwse sporter bezocht. Hier op dit pleintje leerde hij voor het eerst met een bal omgaan. Nu is hij uitgegroeid tot international. Vandaag in de uitzending... Youssef Bin Salem. En ik stel hem niet de normale interview vragen, maar vragen die hij niet verwacht. Hey, wat is het meest gênante moment in jouw leven? En als je iemand gekke vragen stelt, dan krijg je ook bijzondere antwoorden. Pooh, nou, er zijn er wel wat hoor. Youssef, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Als jij een dier zou zijn, welk dier zou je zijn? Een leeuw. Ik hou wel van dieren om te zien. In het wild vooral. En ik denk dat de leeuw daar wel de grootste en ja, wat de beste vind je zo mooi? Ja, vind je dat belangrijk? Ja, ja. En wat vind je zo mooi aan een leeuw dan? Dat hij gewoon zo dominant is. Hey, wat is jouw beste eigenschap, vind je zelf? Dat ik altijd de winnaar ben. En kan je dan ook slecht tegen je verlies? Ja, heel slecht. Wat doe je dan als je verliest? Dat verschilt. De ene keer word ik helemaal, ga ik helemaal op de rooien, word ik helemaal boos. En de andere keer, ja, ga ik huilen, noem maar op. Verschillende dingen. Ben jij een ochtend- of een avondmens? Avond. Waarom? Ochtenden zijn gewoon niet voor mij gemaakt. Dan moet ik nog opstarten. Ik ben een dieseltje, dus bij mij gaat alles wat lager. En welke onderwerpen worden het meest bij jullie besproken in de kleedkamer op voetbal na? Grapjes over elkaar. Dat wordt wel echt gemaakt, ja. En wie is dan vaak de pispaal? Oh, de pispaal? Dat verschilt. Iedereen wordt wel eens aangepakt. Ja, en wie is degene die al het grootste woord heeft? Hussein. Hussein Boezemboe. Ja. Ja, die kan er wel wat van. Zou jij jezelf omschrijven als een ijdele jongen? Jawel. Ja, ik heb mijn huiswerk ook gedaan. Andere mensen zeggen dat ook over jou. Nee, jawel. Ik sta je lang voor de spiegel? Ja, maar je haar zit ook wel echt netjes bijvoorbeeld. Precies. Dus dat is wel iets. Hoor je ook wel eens wat als de mensen iets aan de kant tegen jou zeggen of zo? Vind je dat irritant? Nee, eerlijk gezegd merk ik daar niet zo heel veel van. Wat is het gekste dat je ooit gehoord hebt dat iemand tegen jou gezegd heeft? Een kleine kut Marokkaan gehoord. Dus, nou, dat is niet leuk bij je. Nee, dat is niet leuk. Maar ja, weet je, als je dan wint, dan maakt het extra lekker. Hey, wat is het meest gênante moment in jouw leven? Er zijn er wel wat hoor. Ja, noem maar eens eentje. Als je bijvoorbeeld als je ergens loopt en iemand begint zo helemaal te zwaaien.
dan denk ik van ja, ik zwijg mijn trail. En dan ineens kijk je achter en was het eigenlijk voor diegene bestemd. Ja, dat soort momenten heb ik wel heel vaak gehad. Dat was hem, man. Top. Yes, top. Hey. Thanks, man. Yes, geen probleem. Was leuk. Youssef Ben Salam, deze week werd zijn grote talent maar weer eens onderstreept, want hij is voor het eerst uitgenodigd voor het grote oranje in de zaal. We blijven hem natuurlijk volgen. Ik ga nu praten met Jeffrey van Kempen, motocrosser en een van de deelnemers aan de strandcross gisteren in Vlissingen. Van Kempen was een van de Zeeuwen in de belangrijkste klasse en ondanks dat hij niet op het podium kwam, ging het wel ontzettend hard. Jeffrey, hier zien wij beelden van jou. Kun je allereerst eens vertellen hoe ontzettend zwaar dit is? Ja, het is hartstikke zwaar natuurlijk. Het is continu pushen. En dat maakt hem ook juist leuk. Heb je dan ook spierpijn zo'n dag later? Ja, dat zeker, ja. Waar vooral? Mijn rug. Ik ben ook gisteren goed gevallen, door ik me best last heb van mijn bovenbeen. En dat werkt ook wel mee. Ja, het is heel erg intensief. En zeker de strandraces. Dat is echt heel de tijd trekken en duwen aan die motor. En je wilt proberen de goede kant in te sturen. Ja. Continu. En overal tussendoor en de obstakels die er in het circuit liggen natuurlijk. Als je keek naar het decor daar. Het is natuurlijk een prachtig decor met de zee op de achtergrond. En genieten voor de toeschouwers. Ja. Toch zullen ook mensen zeggen, kan dit nog wel voor het milieu? Hoe sta jij daarin? Ja, in principe goed. Natuurlijk zie je dat er volop veranderingen zijn, ook in de motocross. De introductie van de injectiemotoren natuurlijk is al een heel stuk beter geworden, de vervuiling ervan. Mm-hmm. Denk jij dat je over een paar jaar op een elektrische motor over het strand in Vlissingen rijdt? Ik denk nog niet dat dat het binnen een paar jaar zou zijn, maar ongetwijfeld zou de techniek ooit zover zijn dat het wel kan, ja. Ja, ik zei al, jij reed in de belangrijkste klasse. Dat is de klasse voor licentiehouders. Wat betekent dat? Licentiehouders, dat je bij een bepaalde bond rijdt. De KNV of de MON, Motorcross Organisatie Nederland. Mm-hmm. En als je daar aan meedoet, dan moet je in die klasse rijden. Ja, en betekent dat dan ook dat jij heel veel voor je sport doet om bij die licentiehouders te komen? Normaal gesproken wel. Dit jaar is wel wat minder vanwege tijdgebrek. Maar je doet heel veel trainen, heel veel hardlopen, mountainbiken, sportschool, gewicht heffen. Ja. En probeer je eigen vet te krijgen, ja. In Axel in Zeeuws-Vlaanderen is altijd een grote wedstrijd. Volgens mij om de twee jaar het Open Nederlands Kampioenschap. Ja. Jij was dit jaar daar de enige Zeeuw volgens mij in de finale, hè? Ja, in de hoogste klasse, de 500 klasse, was ik enige Zeeuw. Ja, hier zien we daar beelden van. Ja, hoe is het dat om aan dat evenement mee te kunnen doen? Ja, dat is natuurlijk prachtig. Het RIS-circuit, de organisatie, maakt altijd heel mooi decor. En ze doen er heel veel voor. We rijden heel vaak. En we trainen er ook heel vaak. Dus dat zeker speciaal om daar ook zo'n grote wedstrijd mee te kunnen doen. Ja. Ja, het is wel bekend dat als je in de motocross ver wil komen, dat je mensen nodig hebt die je steunen. Kijk naar de familie van de Ven in Vlissingen. Ja, ook jij komt uit zo'n motocross gezin, hè? Ja, mijn ouders en mijn zus helpen me gewoon heel erg veel. En mijn zwager ook. En die we helpen elkaar gewoon op weg iedere keer en we trainen heel vaak samen. Ja, en, hier zien we jou van gisteren. Een motor met je naam erop. Ja. En dan is er ook nog een jongetje die met jullie op de foto wil. En dat is je zus, hè, daarnaast. Ja, hè? Dat is mijn zus. En die jongen die de hele dag heb ik hem al gezien. En die wou met me op de foto. Eerder ook al de foto's aan. Na het rijden kwam hij weer naar me toe. Ja, dat is hartstikke gaaf. Die jongen die... hartstikke veel herinneringen aan, denk ik. Ja. Een leuke dag natuurlijk. En er zijn niet veel vrouwen / meisjes die aan de motocross doen. Want Nessie van Ven kennen wij natuurlijk. Maar je zus en zij zijn uitzonderingen. Ja, die zijn wel meer Zeeuwse meiden. Het wordt wel steeds meer. Dat is echt leuk om te zien. En dat blijft wel groeien, denk ik. Ja. Je zegt, ik heb wat minder getraind door tijdgebrek dit jaar. Betekent dat ook dat je ambities voor de toekomst op een wat lager petje staan? Dit afgelopen twee jaar wel. Dit jaar heb ik het wel meer aangetrokken. Maar ik denk dat volgend jaar wel weer meer aan gaan trekken om verder te komen. Ja, ja, en wat is verder komen dan in jouw geval? Meer de tijd voor besteden. Ja, en wat wil je dan bereiken? Ja, gewoon weer hetzelfde als dit jaar proberen en dan proberen beter te eindigen. Ja. Want nu was je gisteren hoeveelste in het eindklassement? 14e. 14e, ja. Want die jongen die won, Lars van Berkel, die stak hem met kop en schouders bovenuit. Ja, ja. Maar is het voor jou jammer om dan in die regionen te rijden? Of geniet jij vooral van het meedoen in die hoge klasse? Ja, ik geniet er gewoon van om mee te doen. Ik doe het al heel lang in de hoogste klasse. Dus dan ga je niet terug naar een lagere klasse als het niet hoeft. Nee.
Dus nee, volgend jaar bij die strandcross ben jij er gewoon weer bij. Ben ik er gewoon weer bij, ja. Kijk, nou, daar gaan we straks nog even op terugkomen. We gaan nu verder met onze prijsvraag. Vorige week werd de vraag gesteld door wielrenner Antoine Tolhoek. En die geeft nu ook het antwoord. Vorige week hebben jullie de vraag gesteld in welke ronde ik mijn eerste profoverwinning heb geboekt. Dat is in de ronde van Zwitserland geweest. Ja, veel goede antwoorden deze week. Ook onder andere in Breda, Katwijk en Dordrecht wordt er gekeken, kwamen wij achter. Maar we hebben een Zeeuwse winnaar, Kevin Mol uit Geersdijk. Het Omroep Zeeland verrassingspakket komt naar jou toe. En we hebben natuurlijk ook weer een nieuwe vraag, deze keer gesteld door Youssef Ben Salam. Nou, jongens, meisjes, dames, heren. Ik speel al jaren voor Groenstef Vlissingen. Ik ben nu ook al 3 jaar speler van het Nederlands team, jeugdteams dan. En we hebben afgelopen september hebben wij een heel mooi toernooi gespeeld. Mijn hoogtepunt van mijn carrière tot nu toe. En dat was het EK. Maar waar was het EK? De vraag is voor jullie. Ja, dat is een pittige vraag. Opzoeken mag, zullen we er maar bij zeggen. En het goede antwoord mailen kan naar dederdehelft@omroepzeeland.nl. Zet je naam en je woonplaats erbij en misschien ben jij volgende week de winnaar. Ik ga nu praten met Salar Azimi, zakenman, maar ook voetballiefhebber. En sinds oktober vorig jaar dus eigenaar van een voetbalclub, Patro IJsden in België. En daar is Salar zelf ook al in actie gekomen. Ja, dit is de wedstrijd tegen Sporting Hasselt in mei van dit jaar. Zelf ingevallen en de 3-3 gescoord. Ja, Salar, hoe serieus moeten we dit nemen? Nou ja, het was meer een weddenschap natuurlijk. En ik scoorde in ieder geval een doelpunt. En nou ja, goed, ik ben man van het woord. Als je weddenschappen aansluit, dan moet je ook nakomen. En Stijn Stijnen, voor Courtois, 11 jaar keeper van Club Brugge, nationaal team, noem maar op. Jullie mijn trainer. Ja. Die had gezegd, van we gaan alles op alles zetten om kampioen te spelen. En we stonden iets van 10, 11 punten achter Hasselt. En dat vond ik een sterk verhaal, maar goed, belofte maakt schuld. En ik zei, als jij kampioen speelt, dan ga ik de laatste match invallen. En we hadden kampioen gespeeld tegen Turnhout, 13 april uit mijn hoofd. En goed, ja, belofte maakt schulden, ja. Val in. En ik had liever een doelpunt gemaakt met een mooie omhaal. dat soort beelden kun je ook op Instagram zien, om het zo te noemen. En goed, het werd een penalty, ja goed, dan ja. Is het duidelijk wie het maar gaat volgens mij nemen. Vond je het niet zo heel erg om in te vallen, toch? Volgens mij vond je het ook wel heel leuk. Nou ja, ik had het liever niet gedaan, maar het heeft goed uitgepakt, laat ik het zo zeggen. Ja, over het kampioenschap had je het al en ook daar laat je dan in de feestvreugde niet geheel onbetuigd, hè? Wij houden van een feestje inderdaad, ja. Ja, dit zijn beelden uit de kleedkamer toen met wat champagne erbij. Ja, dat... Dat vonden die spelers natuurlijk wel mooi, denk ik, hè? Ja, ja, daar wordt altijd het gras daar, het heilige gras met champagne bespoten, laat ik zo zeggen. En daar hebben we echt goed gefeest, absoluut. Ja, je zei al, sinds je komst gaat het goed met Patro IJsden gepromoveerd. En je wil ook het hoogste niveau in België halen. Toch ben je ook met andere clubs bezig geweest. Je wilde graag eigenaar worden van Roda JC bijvoorbeeld. Was dit dan niet een beetje een troostprijs? Nee, absoluut niet. Integendeel, ik heb natuurlijk behalve Roda ook met andere clubs gepraat. Welke allemaal? Ik zeg altijd, je moet geen, die zal ik zo opnoemen, maar je moet geen deal maken om een deal te maken. Het moet een goede deal zijn of het moet geen deal zijn. Ik heb gesprek gevoerd tot midden in de nacht met Maget Sami van Lierse. Die was tot nu toe bijvoorbeeld niet uitgelegd in de media, bij deze de primeur. Ik heb met Roda JC gepraat, dat was een goede deal. Had een goede deal kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Maar mijn voorwaarde was dat ze in de Eredivisie zouden blijven. Goed, dat is niet gebeurd, dus dan heeft het ook geen nut om... Dus iedere gesprek die er gevoerd zijn, die hebben een aparte verhaal. Die hebben een eigen verhaal met bepaalde voorwaarden en randvoorwaarden die eraan gekoppeld zijn. Ja. En... Maar Patro IJsden vind je geen troostprijs, vind je een mooie club die je weer naar het hoogste niveau wil brengen? Sterker nog, dat is de beste deal die ik heb kunnen maken, gezien de voorwaarden.
En goed, ja, dan ben ik super blij mee. Dus ja. In tegendeel, ik vind de Patro IJssel deal veel betere deal dan Oostende of Lierse of Roda JC. Nou ben je zo langzamerhand een bekend persoon in de voetbalwereld. Zelfs de KNVB gaat waarschuwen voor Salah Azimi van let op, want zijn geldstromen zijn misschien dubieus. Wat vind je daarvan? Nou ja, als je gewoon die artikel leest, dat is een artikel van maanden geleden. Er zijn over ons honderden artikels verschenen. En van die honderden artikels zitten misschien één of twee negatieve tussen. Nou goed, dat artikel wat je noemt is dan één van die twee, om het zo te noemen. En als je het goed bekijkt, wat staat er concreet erin? Nou, die zeggen van, NAC Breda die heeft niet willen reageren. Roda JC heeft helemaal niet gereageerd en die vond goed wat erin stond. En FC Dordrecht die zegt van ja, in de wandelgang kwam ik iemand met een kop koffie in zijn handen die zoiets tegen mij zei. Dus je legt het naast je neer? Ja, ik zeg altijd tegen geruchten kun jij je neigen niet verdedigen. Nee. Op de bewuste dag had ik met mijn goede vriend Hans de Zeeuw gebeld, de voorzitter van FC Dordrecht. Die was in Marbella, dus die dacht van ik kom op visite of wat dan ook. Dus die zei kom maar af. Ik zei... Hans, heb je een mail gehad of een brief gehad? Of die zei, waar heb jij het over? Die zei, daar moet je niet te druk om maken, nee. Om die flauwkul. Nou ben jij iemand die in 1995 naar Nederland is gekomen, toen asielzoeker was, weinig geld had, je hebt je helemaal opgewerkt tot multimiljonair. Is het misschien dat verhaal dat mensen vraagteken zetten bij jouw rijkdom? Moeten ze je daarom misschien af en toe hebben voor je gevoel? Nou, dat bewuste artikel waar we net over hebben gehad. Dus een jonge journalist die komt net van school af en die wil scoren. En die schrijft maar op. Ik zeg altijd, achter de koning wordt ook veel geroddeld. Dus daar moet je ook niet te druk om maken. Maar langs de andere kant, het is ook een onwaarschijnlijk mooi verhaal. En wat wij gepresteerd hebben, in 1995 naar hier gekomen. Afgelopen 15 jaar dag en nacht gewerkt en onmogelijke mogelijk gemaakt. En goed, dat hoort dit soort dingen ook erbij en dan moet je voor lief nemen, zeg ik altijd. Ja, nou heb je ook een warm hart voor het Zeeuwse voetbal, met name voor Hoek. Ja, we Absoluut. Vinden het hier natuurlijk wel niet jammer dat je Hoek niet naar de hoogste regionen wil sturen, of is dat wel het geval? Nou, Hoek is in goede handen. Nico Boezer die doet dat super daar met de hele staf en entourage eromheen. En ze staan goed gepositioneerd om weer een klasse hoger te gaan. Maar je weet dat Hoek dichter bij Aardenburg ligt dan Maasmechelen? Dat wel, maar ik weet wel ook dat Nico een goede vriend van mij is. En de vrienden moet je niet in de weg lopen, zeg ik altijd. Maar Maasmechelen, goed, als je wint zijn het heel korte ritten. En ja. Als je verliest, dan duurt die twee uur rijden duurt wel 20 uur. Snap jij dat er geen profvoetbal in Zeeland is? Het is, snap is niet het juiste woord, maar het is heel lastig ook, omdat voor profvoetbal heb je geld nodig, heel veel geld nodig. En dat heb jij? Nou ja, goed, dat zeg ik niet 1-2, maar ik bedoel, het zou fijn zijn in ieder geval als een profclub in Zeeland zijn rentree kan maken. Zou jij daarbij willen kunnen helpen in de toekomst? Ik zou graag bij betrokken willen zijn en alles op alles zetten om dat te realiseren, dat wel. Ik ben ook betrokken bij, ik probeer ook Hoek heel vaak die wedstrijden te zien. Dit jaar is er niet veel gelukt, maar vorig seizoen was ik heel vaak bij. En Goes gun ik ook allerbeste toe natuurlijk, ook een belangrijk. Op het moment ja, zitten ze even in de hoek waar klappen vallen. Maar als er nog iemand plan heeft in Zeeland, kunnen ze bij Salah Azimi aankloppen. Mijn goede plannen kun je altijd bij mij terecht. Kijk. Op allerlei gebieden. Dat is goed om te horen. Jeffrey, wat is de eerste komende wedstrijd voor jou nu? Ja, aankomende zondag hebben we de Drio's Cross en Axel die we gaan rijden. Ja. En de Strandcross in Zoutelanden komt er ook nog aan. De Strandcross in Zoutelanden komt er ook nog aan, ja. Veel succes bij die wedstrijden. Ruben, aankomende zaterdag Barendrecht en dan Cambuur. Wat verwacht je van die wedstrijden? Nou, Barendrecht, daar hoop ik toch wel dat we weer eens een keer in 3 punten gaan pakken. En Cambuur, ja... Ik ben benieuwd, laat ze maar komen. Is het wel leuk nu om te spelen tegen Cambuur of had je... Ja, zeker. Ja. Nee, zonder meer. Ik hoop dat de verlichting het bij ons dan ook doet. En dan kunnen we de eerste avondwedstrijd met de nieuwe verlichting. En hopelijk veel publiek. Dus ja, laat ze maar komen. Oké. Tot slot van deze uitzending kijken we nog even naar onze razende reporter Frans van Pagee. Hij staat elke week met zijn camera langs de lijn. En dus ook deze week. En het moment van Frans is deze bijna botsing. Hier krijg je een striker.
Het is de wedstrijd Patrijzen-Capelle en uit dit moment komt ook nog de penalty waar Capelle de 0-2 uit gaat scoren. Maar het gaat dus om de bijna botsing tussen verzorger Litwin Verschieren en speler Reinier Goedmond van Capelle. Vastgelegd zoals altijd door Frans van Pagee uit Ierseke. Ben jij wel eens bijna op een strijker geklapt, Ruben? Nee, nog nooit gebeurd. Tot zover de derde helft voor vandaag. Dank aan Ruben, Jeffrey en ook Salar voor de komst naar onze studio. En ik ben er volgende week weer met drie nieuwe gasten. Graag tot dan.